autisme. Het is een beperking die voor veel mensen bekend is. Maar wat is het nou eigenlijk en wat komt er allemaal bij kijken? Celie die heeft autisme, studeert hier Creative Business in het Ben en Prenselaar huis. En vandaag ga ik even met haar praten. Latte Macchiato. Je zit hier op school ook, hè? Yes. Creative Business. Creative Business. Vind je het leuk? Ja, ik vind het heel leuk. tweede jaar, toch nu? Yes. Alsjeblieft. En hoe vergaat het een beetje, want jij hebt een beperking. Mm-hmm. Je hebt autisme. Yes. Hoe gaat dat in zijn werk? Want autisme kent nogal veel soorten. Ja, nou, het past allemaal onder één paraplu tegenwoordig, maar ik had dus Asperger. Je had Asperger. Nou, ik heb autisme, maar vroeger noemde je het Asperger. Het is dus autisme. En het betekent eigenlijk dat je best wel, dat je normaal tot hoog IQ hebt. Ja. Maar toch sociaal gezien niet helemaal snapt hoe dingen gaan. Bijvoorbeeld. Ik word dus vaak overprikkeld. Dat komt eigenlijk doordat het meestal heel druk is hier. Het is een klein gebouw, ja. Anders dan nu? Ja, anders dan nu inderdaad. Dit vind je wel lekker dan zeker? Ja, eigenlijk wel. Ja. Oké, okay, dus er zijn hier eigenlijk gewoon te veel mensen? Eigenlijk wel, ja. Wat gebeurt er dan bij jou? Gaan er soort alarmbelletjes rinkelen? Of? Nou, zou je het eigenlijk wel kunnen beschrijven? Het is meer dat ik gewoon zoveel informatie binnenkrijg dat ik niet weet wat ik ermee moet doen. Okay. Dus ik word er heel moe van, bijvoorbeeld. Wat merk je zelf van jouw autisme? Naast het feit dat je dus een beetje af gaat zonder en stiller wordt? Ja. Ik vind het dus. Ja, ik heb dus heel veel moeite met nieuwe mensen leren kennen ook. Dus ik word daar heel zenuwachtig van. Maar meestal als ik echt een hele klas binnen moet komen, dat vind ik wel altijd wel een beetje spannend. Want het is dan druk en meerdere mensen. Dan moet je een beetje je weg zien te vinden en dan mensen praten dan al met elkaar en dan moet je ergens tussen wurmen, dat soort dingen. Oké, okay, maar hier zijn we niet zoveel meer nu, want het is allemaal thuis. Klopt. Vind je dat lekker? Eigenlijk niet. Niet? Nee. Okay. Je zou denken dat ik het dan leuker zou vinden omdat het dan rustiger is en gewoon dat je vanuit huis. Maar ik mis juist die sociale interactie. Okay. Want ik heb juist het gevoel dat mensen mij online minder snel snappen dan in het echt. Want hier kan ik het nog uitleggen, kan ik nog laten zien dat ik wel sociaal ben. Ik schaam me er niet voor of ik vind niet dat ik het geheim moet houden, want het is gewoon wie ik ben. Nee, het is niet dat je het bewust vertelt of dat je het bewust achterhoudt. Ja. Maar ik kan me wel voorstellen dat je dat nu minder snel bespreekt. Dat het ook minder snel iets is waar mensen, rekening mee zouden kunnen houden. Dat is misschien wel zo, daar heb ik eigenlijk niet echt over nagedacht. Want het is een beetje zoals, ik zit een beetje als een karaktereigenschap die je hebt. Bijvoorbeeld dat je verlegen bent, dan ga je niet zeggen van, oh, ik ben verlegen. Hou daar rekening mee. Ik heb zoiets van, ik heb autisme en dat is gewoon wie ik ben. En als ik daar een keer over heb, dan praat ik er gewoon open over. Maar het is niet alsof ik denk van, oh, ik moet echt vertellen dat ik autisme heb. Alsof je een soort van uit de kast moet of zo. Ja. Ja, dat kies je ook eigenlijk. Ja, ja. Hoe zie je het voor je, nu de rest van de komende tijd hier op school en dan ook nog eens met alles thuis doen? Ja, ik vind dat wel lastig, want ik weet niet wat ik kan verwachten. En dat is dan ook weer een autistisch trekje, dat je dat heel eng vindt eigenlijk. Dat je niet weet wat er op je afkomt. En hoe zie je dat voor je nu de komende tijd? Want eigenlijk komt er nu een soort van beperking bij voor jou met het hele online gebeuren. Nou, ik vind het wel lastig, maar ik vind deze studie gewoon heel leuk. Ja. Goed begin ook. Oké, chill. Nou, wil jij meer informatie krijgen over beperkingen? Ga dan naar hva.nl/functiebeperking.